Hallo YouTube, ja. We zijn er weer. Ja. We zijn weer met het FIFA World Cup Brazil game. Ja. Ben van plan. Ja. Ben van plan om België over te slaan. Tja, ik moet Nederland echt wel spelen, of anders liggen zij er al uit. En ja, ik moet Nederland gewoon echt spelen. Dus ja, dan spelen we Nederland maar, hè. Kijken hoe het met België zit. Zullen we voor België nog moeten spelen? Oh ja. Maar ja, als we deze wedstrijd nou nog zouden verliezen voor Nederland, ja, dan liggen we eruit en dat is ook niet echt de bedoeling. Want ik wil echt wel ver komen met beide landen dus. En team heen. Ik had vandaag het eco-virus, dat is zo'n virus, ja, van de federale politie die zeggen, ja, u bent aangehouden, betaal een boete van 100 euro. Dus ik was surfen, want ja, dat klopt niet, want normaal gaat de politie altijd aan huis. Dus ja, ik heb maar gekeken en toen gevonden dat het eco-virus was. Dus ja, als je dat zou hebben en er komt op, betaal een boete van 100 euro. Het is gewoon het eco-virus. Gewoon niet opletten, gewoon proberen weg te klikken. Want het is wel echt allemaal nep. Dus. Maar ja. Dat boeit nu niet echt veel, want we gaan nu FIFA spelen. En ik ben van plan om M. Stekelenburgerrace in te zetten. Ik weet niet hoe je die noemt, Maarten. Ik ken zijn naam niet echt. Ja, boeiend. En ja, we kunnen beginnen. Als we deze wedstrijd verliezen voor Nederland, ziet het er echt niet goed uit. Dus we moeten gewoon deze wedstrijd winnen. Of anders liggen we er al uit met Nederland in de groepsfase. En dat zou echt wel jammer zijn, vind ik. Ja, want ik wil er nog niet zo snel uit liggen. Het kan zijn dat het bij jullie een beetje vastloopt. Als het zo is, zeg het dan wel meteen. Alle wedstrijden in de groepsfase van deze World Cup zijn belangrijk. Nationale trots zorgt voor veel motivatie onder de topspelers. Nederland gaat zo een groepswedstrijd spelen. Nou, we gaan het nog een beetje verbeteren. Perfecte heldering. Ja, ik ben echt ongelooflijk benieuwd hoe ze dat aangepakt hebben. Ja, ik ben ook enorm benieuwd. Want ja, we moeten deze wedstrijd gewoon winnen. Door de kop. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Hij kan zelf doorgaan, maar ook afspelen. Ja, en nu? Blins! Dat is maar dat moet de timing wel goed zijn natuurlijk. Want Lens had al eens gescoord op 2K. Ja? What the fuck, hoe dom ben ik? Ik moest gewoon afspelen. Vargas? Maar ik ga je tackelen, hè? Oeh! Ja, en nu? Nee! Het leek mij dat hij net niet buitenspel stond, maar de scheidsrechter heeft kennelijk een andere mening. Ik haat hem. De Jong. Juri, zijn vader is oké, maar hij zelf
Nee. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ik had echt zijn stem. Ik heb net Steve de Vento, maar ik kan het niet tegen. Maar Jan Mulder vind ik best wel oké. Jan Mulder is ook zelf heel oké. Ja, en nu? Oké, wat was dat voor een geluid? Nee, blind. Steek, hij is klein. Ah. Vargas. Nee. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Strootman. Ik moet blijven doorgaan tot in de halve finale, want dan komt België misschien tegen Nederland te staan. Ja, nu. Bal komt terug. Oh. Uit de achterhoede naar voren. Oh, ik mis niet koppen, maar ja. Wat moet je doen op zo'n moment? Je kunt dan moeilijk blijven wachten. Lopen! Robben met de voorzet! Dat was ook wel een beetje een slechte voorzet. Ik had niet genoeg tijd. Vidal. Ja, ik bedoel, ik had niet genoeg ruimte. Krijgt steun. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Dit is Sneijder. Op Sneijder. Gaat je scoren op het WK? Nee. Ah, terug naar de keeper. Deli Blind. Ja, en nu? Gaat op het doel af. Dat is goed. Tot nu toe zijn de kansen wel meestal voor ons, dus uit al die kansen zal het toch eens moeten scoren. Gaan zij gevaarlijk worden? Ja, en nu? Ze konden ook gewoon verder lopen, maar nee. Fuck. Gooi maar in. Sanchez. Dat is Sanchez. Nee. Messi. Ja, en nu? Pino! De vlag gaat omhoog en dat is jammer, want hij was er door. Klopt. De vrij. Vidal. Vidal. Sanchez. Alexi. Stuit op de verdediging. Bessie. Maar we geven ze soms wel ook de kansen. Overtreding en dus een vrije trap op een mooie plek voor een specialist. Ik wist dat ik daar moest staan. Nee. Weet maar nu niet gaan sliden. Voordat we een penalty aan ons broek krijgen. Zoals de vorige keer. Bij een ruststand van 0 tegen 0. Ja. Zo, de eerste helft zit erop. En het belangrijkste moment was denk ik hier Rode Kaart. Nou, het was wel een overtreding, maar ik vond rood wel erg zwaar gestraft. Oké, ik heb één vraag. Hadden wij rood? Fuck, we hadden geen rood. Ik kan nu nog niet wisselen, want dan ben ik bijna op mijn wissels kwijt. Ik ga dat gewoon doen in de 70ste minuut. Dat is wat de minuut van Arthur Vink kan. De sliding wordt precies op tijd ingezet. Geen overtreding daarhalve. Dus we gaan het nu niet echt op een hoop actie zetten. Sanchez.
goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Daley Blind. Wat was dat voor een slechte steekpas? Blind. Ja. Vidal. Vidal. Aan de kant met een paar voeten. Oké, dat is gemeen. Deli Blind. Sneijder heeft de bal. Sneijder. Ja, hij gaat richting goal van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Robben. Ah. Goed gevaar. Tikt hem door met het hoofd. Blends, goede vorm, mooie tackle. We gaan hier voor de prijs. Eens kijken wat hier gebeurd is. Ja, en nu? Nee. Ah, lopen van Persie. Jan Maat. Ze zijn het balbezit kwijt. Is mijn maat. Ja, slechte en humor. De keeper heeft de bal vast. Oh. Dat werd echt gevaarlijk. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Wat was dat? Ik wil geen hakje. Wie trapt erin hoor? De buitenspelbal. Wie trapt erin? Ik hoor? Of hij? Denk ik. Een dubbele wissel. De trainer is niet tevreden. Ik ook niet. Wat was dat voor een voorzet? Oeh. In paniek en maaide die bal goed weg. Oeh, als die zat. Vargas. Ik kan wisselen. We hebben nu wel echt wel nodig. Het beste is dat ik mijn spitsen ga wisselen. Ah, daar is die rode kaart. Ik kan Sneijder al zeker wisselen. Sneijder is algemeen 84. Iemand die daar in de buurt komt. Van den Vaart. Dan Robben wisselen voor Schaken. Beter voor Kuit. Oh, nee. Echt beter gaan opletten. Wat kunnen we nog wisselen? Ik kan nu nog van hem. Ja. Zo. En nu hopen dat de bal buiten geraakt. Dat er een goal komt. Vargas. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Ja, en nu? Oeh! Bessie. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Man, die bal moet buiten. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Mogelijk een goede kans hier. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Er is iemand mee, dus hij heeft de mogelijkheid. Ja, en nu? Oh. Ik ben benieuwd wat de trainer daarover te zeggen heeft. Dit hadden ze toch moeten winnen. Ach, ik weet het niet, Evert. Volgens mij vinden ze het nog wel best ook zo. Ah. Het zit er weer op. Wanneer jij best? Bedankt voor het kijken.
Oeh, 2-2. Staan wij er goed voor of hoe zit het? Oké, tegen Australië valt wel van te winnen. En nu moet ik hopen dat Spanje wint. Nee, fuck, dat was de laatste wedstrijd. We liggen eruit. Fuck, we liggen eruit. Godver. Kom maar, we liggen eruit. Het is wel erg spijtig dat we er al naar Nederland uit liggen. Tja. Dat is maar helaas. We zullen het nog met België moeten doen. Het is gedaan met Nederland. Sorry guys. Maar ja, het is gewoon erg spijtig. En hopelijk raken we nog van met België. Later.